De verkiezingen van de liberale Tilburger hebben op maandag 26 maart in Café Voskes plaatsgevonden. De leden van de plaatselijke VVD hebben dit jaar niet één, maar twee mannen verkozen tot de liberale Tilburger. Paul de Krom staat zich daar. Op dit politieke café van de VVD, voorjaarspolitieke café. En op de eerste plaats een bijzonder rapport geschreven. Heeft destijds ook nog het veiligheidsbeleid van Stekelenburg hier als burgemeester onderzocht. Het zijn François van der Brugge en Joost Eikens. Dit is maandagavond bekendgemaakt tijdens een politiek café van de VVD. Beide haalden 36% van de stemmen. De derde genomineerde, rechtsgeleerde Cyrille Fayout, bleef op 28% steken. Op de kruising van het Paletplein en de Lage Witsiebaan heeft donderdagmiddag omstreeks 4:10 een grootschalige verkeersongeval voorgedaan. Op de betreffende kruising zijn twee auto's in botsing gekomen, waardoor de auto in tegengestelde richting is omgeslagen en op de zijkant is beland. Omstanders zijn meteen gestopt en hebben eerst de hulp verleend en de hulpdiensten gealarmeerd. De brandweer kwam met spoed op en heeft mevrouw uit het autowrak gehaald, waarna de brandweer ook het wegdek heeft gereinigd van gevaarlijke stoffen en potgrond. De GGD heeft mevrouw gestabiliseerd en mee naar het ziekenhuis genomen. De sleepdienst heeft de auto van mevrouw meegenomen en deze is waarschijnlijk totaal los. De betrokken burgers die hulp hebben verleend, hebben een hoge menswaardige prestatie geleverd. Het ongeluk trok veel kijkers.